Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Angelique, jullie onafhankelijke sensieconsulente. En het is inmiddels 28 november. Dus als het goed is, hebben we nog een week de tijd. Dan ben ik alleen. Dus geen schoorsteen hier. Dus ik denk dat ik de pech heb dat ik niet verwend zal worden met pakjesdag. En helaas ook dit jaar heb ik weer wat verkeerds gedaan. Echt waar, ik probeer het elk jaar weer. Echt elk jaar weer. Maar ook dit jaar is het me geloof ik weer niet gelukt om op 5 december een enkeltje naar Spanje te krijgen. Maar helaas. Dus jullie moeten het gewoon weer met mij doen. Maar, omdat natuurlijk wel Sinterklaas tijd is en bijna pakjesavond is, kreeg ik wel een hele goede vraag van, joh, hey Angelique, leuk en aardig. Maar ik zie je op www.magischegeurtjes.sensie.nl niet echt iets wat met onze Sinterklaas te maken heeft. Nou, dat klopt. Sensie is van oorsprong een Amerikaans bedrijf. En in Amerika kennen ze helaas geen Sinterklaas. Wel is het zo dat met de kolonisten die vanuit ongeveer hier de Pelgrimskerk in Delfshaven richting Amerika vertrokken, vele eeuwen geleden, wel het concept Sinterklaas hebben meegenomen, die kant op. Alleen daar werd Sinterklaas dus de kerstman. En die is wel heel erg belangrijk in Amerika. Daar kennen ze dus geen Sinterklaas. Maar het was wel een hele goede vraag. Dat ik dacht van, goh, wij vieren hier wel Sinterklaas. En welke geuren zouden hier wel bij kunnen passen? En dat leverde best wel stof tot nadenken op. En uiteindelijk, kwamen daar toch best wel bepaalde geuren uitrollen, waarvan een beetje misschien verrassend kunnen zijn. Maar ook je de uitdaging zal gaan geven om te gaan mixen. Laten we gewoon beginnen. Als je denkt aan Sinterklaas, hebben wij natuurlijk altijd bepaald snoepgoed. Denk aan de amandelstaven. Denk aan de boterletters, denk aan de suikerbeestjes, schuimpjes, pepernoten, kruidnoten, taai-taai. Maar, hoewel dat ook allemaal lekkere zoetigheid is, kunnen we ook altijd een geur vinden, of bedenken met wortel en hooi voor het paard. Alleen, dat heeft Sensi ook niet in een geur. Maar wat we ook altijd krijgen, althans de kinderen dan voornamelijk, zijn vaak mandarijnen in de schoen. Of rondom het Sinterklaasfeest, dat mandarijnen worden uitgedeeld. En in verschillende liedjes rondom Sinterklaas zingen we over appeltjes van oranje. En wat dat betreft, als we dan gaan kijken naar appeltjes van oranje, dan komen we op oedels of orange. En Oodles of Orange is echt een hele mooie citrusgeur. En als je daar dus je snuffert in laat duiken. Dan heeft dat ook echt iets weg van sinaasappel. En het is voornamelijk de ananas, de papaya, de mango en wat bessen wat erin zit. Maar daardoor krijg je wel een hele mooie citrusgeur. Wat op sinaasappel lijkt. Dus ja. Dat is natuurlijk een heel mooi appeltje van oranje. Wat we natuurlijk ook hebben, over mandarijnen gesproken, is de hele mooie geur Tangerine Fizzy. En voor mij kan dat best wel een hele pittige geur zijn. Maar dit is duidelijk een hele mooie mandarijngeur. Over appeltjes van oranje gesproken. Wat ook een hele mooie citrusgeur is. En die was ik van de week aan het branden. En je kan ook echt al zien dat ik al door de helft van mijn bar ben. Want hoewel ik niet zozeer direct van de citrusgeuren ben, vind ik deze wel een hele mooie
hele verwarmende geur is Wassel Wonderland. Of Wassel, Wassel. Ik ben er nog steeds niet uit hoe ik het uit moet spreken. Dus als je net weet hoe ik het uit moet spreken, corrigeer me graag. En Wassel Wonderland is nog steeds verkrijgbaar. Want ik heb nog even natuurlijk gecheckt. En behoort tot de Sense of the Season collectie. En ook dat is echt een hele lekkere, hele warme citrusgeur. En met Wassail Wonderland moet je dus echt denken aan sinaasappelrasp, citroenrasp, een vleugje kaneel en een vleugje den. En de den en, en de kaneel zijn er inderdaad doorheen gevlogen. Maar je houdt een hele mooie, warme citrusgeur. Die je doet denken aan de appeltjes van Oranje. Waar je ook aan zou kunnen denken. Bijvoorbeeld met de maan schijnt door je boom. Is bijvoorbeeld de geur Luna. Maar dat is weer een hele frisse fruitbloemige geur. Die naar mijn mening. Hoewel dat wel ook een hele fijne geur is. Niet direct past, vind ik, bij Sinterklaas. Maar wat vind ik dan wel bij Sinterklaas passen? Als je dan bijvoorbeeld gaat kijken. Deze is helaas niet meer in de collectie. Maar heb je hem toevallig wel als waxbar? Al dan nog. Want ik heb hem de mijne kunnen scoren in toen de tijd in de uitverkoophoek. Is de bar Almond Creme. En dat is echt gewoon puur gemalen amandelen. Dus als je dit verwarmt, heb je toch het idee dat je marsepein ruikt. Wat dat betreft, marsepein is natuurlijk ook echt verbonden met Sinterklaas. Echt of je puur marsepein aan het warmen bent. Wat ook een heerlijke geur is, is bijvoorbeeld de hug in a mug. De knuffel in de beker. En dit is natuurlijk een stukje chocola, een stukje hazelnoot, koekjesdeeg. En hoewel de chocola niet overheerst en je wel van deze geur moet houden, is het een heerlijke warme geur. En als je dat gaat combineren, dus als je ze beide hebt met de amandelcreme en de hug in a mug. Ja, dan krijg je zo'n heerlijke geur. Dat is net of je banketstaaf uit de oven net gehaald hebt. Dan krijg je wel een hele mooie geurcombinatie. Wat betreft mixen, doe dat echt in je grote warmer. Dus niet in de mini warmer, want daar kan in principe maar één blokje in. Doe dat in je grote warmer en doe dat één blokje van de een en één blokje van de ander. Je kan ook twee blokjes van iedere geur doen. Want in de meeste grote warmers kunnen vier blokjes wax maximaal. Maar mijn ervaring is dat dat niet echt de meerwaarde heeft qua blokjes. Dus doe gewoon één blokje van de een en één blokje van de ander. En dan krijg je gewoon een hele heerlijke mixgeur. En deze combinatie, de hug in a mug met de amandelcreme, boterstaaf, mensen. Amandelboterstaaf. Heerlijk. Wat ook een hele fijne combinatie is, is bijvoorbeeld de Hug in a Mug met de Vanilla Bean Buttercream. En dan krijg je ook een heerlijke koekgeur. En de Vanilla Bean is natuurlijk een heerlijke boter-vanillecreme. In combinatie met de Hug in a Mug. Ook heel erg lekker. Maar wat dus ook zo, wat ook trouwens een hele mooie geur is. En die toevallig ook nog steeds beschikbaar is. En van de Sense of the Season collectie is. Is de Gingerbread Hugs. En de Gingerbread Hugs is natuurlijk gemberkoek van noten, vanille, nootmuskaat. En als je daar dus je snuffert in duikt. Dan ga je meer de kant op van onze Thai Thai. En hou je heel erg van Thai Thai. Of pepernoten. Dan is dit
ook wel een hele mooie geur. En als je deze combineert, denk ik, ook met die Vanilla Bean Buttercream. Dat moet denk ik helemaal hemel zijn. Ja, en als je nog niet... we hebben het nu wel over tataai. En ja, ik begin echt terecht te krijgen. Gezien de tijd is het ook rond lunchtijd. Dus ik ga zo eerst maar gewoon lekker een hapje eten. Dus ja, dat zijn wel hele mooie geuren die je in deze week zou kunnen warmen. Er is ook een geur wat ik zag, maar die heb ik nog niet zelf kunnen ruiken. Dus ik weet niet of die meer naar de kokos wijkt. Of dat het ook echt een chocoladegeur is. Is bijvoorbeeld van de nieuwe Bring Back My Bar reeks, de Chocolate Coconut Dreams. En dat is cacaopoeder, kokoscreme en karamel. En zoals gezegd, ik weet niet hoe die ruikt. Dus mocht je deze bar al in je bezit hebben en ruikt hij echt naar chocolade, dan zou dat ook een mogelijkheid kunnen zijn om dat in deze periode namelijk te branden. Maar ja, ik heb nu in ieder geval voldoende geuren opgenoemd. Die je natuurlijk zou kunnen, kunnen warmen deze week of zelfs met pakjesavond. Dus ja, hou je heel erg van de frisse hoek, dan zou ik in ieder geval gaan voor de appeltjes van oranje, de tangerine fizzy, de oodles of orange of de wassail wonderland. En ben je meer het bakkerijtype, of de snoepgoed, koek, lekkerbek, ja, dan zou ik echt gaan voor de hug in a mug. Als je de amandelcreme hebt, de amandelcreme of al dan niet gecombineerd met de vanille bean buttercream en de gingerbread hugs. En zowel de gingerbread hugs als de wassail wonderland zitten natuurlijk in de Sense of the Season collectie. Beide nog wel heel erg beschikbaar. Dus als je denkt van goh, hey, dat zijn heerlijke geuren. Of ik wil inderdaad, ook al red ik dat misschien deze week niet, maar voor volgend jaar bij passende geuren voor Sinterklaas scoren. De Wholesale Wonderland en de Gingerbread Hugs zijn nu nog steeds verkrijgbaar in de shop. En het is wel zo, de op is op. Dus zijn ze op, dan heb je pech. Mits als je ze toegevoegd hebt aan je Sensi Club abonnement. Want dan, dan heb je ze wel tot je beschikking. Dus ja, en helaas de almond cream, zoals gezegd, die is niet meer leverbaar. Maar mocht je die toevallig nog wel in je waxcollectie hebben, dan natuurlijk ook een hele mooie warme geur om in deze week te kunnen warmen. Nou, ik hoop in ieder geval dat jullie wel goed zijn geweest. Mensen die het wel voor elkaar hebben gekregen om een enkeltje Spanje te kunnen krijgen. Hey jongens, top. Ik heb helaas pech. Ik ga het volgend jaar weer proberen. Dat zeg ik al heel wat jaren. Maar ik doe toch elk jaar toch echt iets verkeerd. Dus mij lukt dat gewoon niet. Maar ga in ieder geval genieten. Voor degene die het ook echt gaan vieren. Pakjesavond. Heel veel plezier. Hoop dat jullie verwend worden door Sinterklaas en Piet. En zorg ook in ieder geval dat je wat achterlaat bij de kachel, de verwarming. Als jullie nog jullie schoen zetten voor zo snel. Want die verdient ook wel wat lekkers, zou ik zeggen. Voor nu, hele fijne dag. Groetjes en heel veel plezier deze komende week. Al dan niet met surpriseavond, pakjesavond, schoen zetten. Heel veel plezier, heel veel succes. En als je nog een gedicht moet schrijven of wat dan ook, geniet, zou ik zeggen. Hey mensen, groetjes, tot ziens!